got what I want. You 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 got what I want. Afgelopen jaar toch een aantal gevestigde namen zijn we kwijtgeraakt. Er zijn ook wel een aantal jongens voor teruggekomen. En ja, goed, er zijn nog een paar afwezig op dit moment, vakantie. Ja. Ja, en ik denk dat we toch met een minimale selectie het maximale moeten zien te presteren dit jaar. Een beetje net zoals vorig seizoen? Ja, goed, het moet allemaal nog een beetje gaan samen klikken. Maar kijk, we hebben natuurlijk wel kwaliteit ingeleverd, ondanks alles, hè, met een aantal... toch goede vierde klasse spelers. Met name de jongens die dus naar Beek vooruit zijn. Ja, dat Tony Snoeren gestopt. En, ja. En ook een Davy Laarhoven natuurlijk, die niet helemaal volledig voor het voetbal kon gaan. En, nee. En, maar toch wel zijn waarde had op momenten. Ja, ja, dat zijn natuurlijk wel gevestigde namen. Dus. Wesley van Oers, een keeper. En ook een Walid natuurlijk, dus ik ben wel wat kwaliteit kwijtgeraakt. Ik wil net zeggen, de stappen die je eigenlijk wilde maken dit seizoen, die kunnen niet echt gemaakt worden, kan ik het zo stellen? Ja, dat kun je zo stellen. We hadden eigenlijk een beetje een plan uitgewerkt. Ja. En het eerste jaar was een aanpassingsjaar, overleven in de vierde klas. En van daaruit probeerden we gewoon de ploeg te versterken en wat stappen te maken. Maar goed, ik heb nu het idee dat we eigenlijk gewoon weer op nul moeten beginnen. Weer waken voor jullie positie in de vierde klasse. Ja, ik denk als we dit jaar erin zouden blijven, dat we nog een grotere prestatie leveren als vorig jaar, denk ik. Maar goed, geen excuses. We gaan gewoon voor om misschien met iets minder kwaliteit, maar met iets meer samenhang in de ploeg en iets meer knokken voor elkaar, dat we toch onze punten gaan halen. Mm. En we zullen echt geen toppositie gaan eindigen dit jaar. Dat is gewoon de realiteit.